Ja, het is weer vrijdag en dat betekent dat het ook weer tijd is om te vloggen. Maar dat heb ik niet gedaan. Sorry, ik heb het gewoon heel erg druk gehad met werken en met andere dingetjes. Dat ik vaak mijn camera thuis heb gelaten of er niet aan dacht. Toen dacht ik van ja, ik wil eigenlijk wel iets uploaden voor jullie. Ik kan niet zeggen, ik doe iedere vrijdag een vlog uploaden. Zo. Hoe moeilijk is het woord uploaden? Ik kan niet zeggen, ik doe iedere vrijdag een vlog uploaden en het vervolgens dan niet doen. En toen bedacht ik even, ja, wat ga ik dan uploaden? Wat is misschien een beetje leuk? En ik zit hier nou al een aantal maanden. Dat betekent dat ik ondertussen aardig wat gefilmd heb. En er zitten natuurlijk ook een paar bloopers bij. Dus ik heb er een paar van jullie achter elkaar gezet, zodat jullie die kunnen zien. En de planning is eigenlijk om de komende weken wat leuke dingetjes te gaan doen. En dan neem ik mijn camera mee. Dus ik hoop dat ik volgende week voor jullie weer een superleuke vlog heb. En voor nu, check out my bloopers. En thumbs up voor dit filmpje. Want je middelvinger is altijd zo raar. En je pinkyvinger hebben ze niet. Veel plezier te kijken. We zitten wel aan de rand van de zee. Aan de rand van de klif. De klif aan de zee. We zitten aan het randje met uitzicht op zee. Daar ben ik weer. Oké, wat zei ik net allemaal? Ik neem al lekker yoghurt met vers fruit, honing, noten en granola. Hey. Want dadelijk bij kassabouw ga ik me toch eens een potje frikandellen eten. Nee. Oké. Nog een keer. Maar ja, goed. Laten we dat maar niet op de vlog zeggen. Unamas! De tafel jubelt een beetje, want mijn broertje zit aan de andere kant. En ja, die vindt dat blijkbaar leuk om dit te doen. Nou naar rechts en dan gewoon blijven rijden. Om op te poseren. Ja. Ja, is het. Ja. Nee, ik heb het gewoon koud. Ik geef ook andere mensen op dit deel. Het is gewoon koud, mensen. Het is gewoon januari en het is gewoon koud. Ik kijk hoe ik eruit zie. Ik ben net de Einstein. Hou je die camera stil? Ik heb een nieuwe cameraman, dat is mijn broertje. Oké, klaar. Volgens mij zit ik echt altijd met een gebochelde rug, maar ja. Ja, oké, klaar. Ja, dat waren ze weer. Mijn bloopers die ik voor jullie een beetje verzameld heb. Bedankt voor het kijken. Like it, subscribe hier in the corner. En dan zie ik jullie sowieso weer volgende week. Doei!